Hallo allemaal. Ja, zoals jullie zien, zit ik op de trap. En ik denk dat iedereen wel weet wat het betekent als ik jullie vanaf de trap toespreek. Want dan heeft Vincent wat belangrijks te vertellen. En dat heb ik ook. Want ja, ik wil jullie graag vertellen dat ik sinds gisteren weer sokken draag. Aan de ene kant voelde dat heel fijn, want ja, het wordt toch kouder. Hè? En ja, als je dan sokken aan hebt, dan worden je voeten weer wat warmer. En ik denk dat we allemaal wel weten dat de voeten, naast natuurlijk de eikel en de clitoris, delen van je lichaam zijn die de meeste zenuwuiteinden hebben. Dus ja, als je die maar constant blijft blootstellen aan de grillen van de moeder natuur, dan wennen ze eraan. En dat wil in principe niemand. Maar aan de andere kant voelde het toch ook wel weer als een uitdaging. Want ja, je bedekt ze toch met een stuk stof. En daarmee geef je een stukje van jezelf weg. Laat maar zeggen. Dus op die manier kan ik er nog niet helemaal aan wennen. Maar ik weet dat het belangrijk is om het te doen. En ja, aan de andere kant staat het me ook wel heel erg goed, moet ik zeggen. Sokken. Ik ben best wel een sokkenman, weet je wel. Ik kan ze hebben. Het is niet dat je denkt, dat je wel zo iemand hebt die je dan ziet lopen, dat je denkt van, ja, waarom heeft die gozer nou sokken aan, weet je wel. What the fuck? Zo'n type ben ik dan niet. Maar wat dat betreft, ik kan best wel heel veel. Al trek ik een vuilniszak aan, dan staat het mij nog goed. Weet je wel, zo'n type ben ik dan ook wel weer. Mensen pikken veel van mij. Maar goed, ja. Ik ben er nog niet helemaal aan gewend. Maar ja, jullie mogen best even kijken. Maar beloof me één ding. Lach me alsjeblieft niet uit, want daar word ik zo ontzettend onzeker van. Onzeker van. Ik weet niet wat otzeker is. Nee, daar word ik heel onzeker van. En dan moet ik weer botox in mijn lippen spuiten en zo. En dan selfies gaan maken. En me dan beseffen dat het geen ene fuck tering uitmaakt. Of hoeveel botox ik ook in mijn reet stop. Ik blijf toch wel onzeker. Maar goed. Mijn voeten. Kijk, hier is dan eentje. Zie je? Hier. Dat is mijn linkervoet. Met sok dan, hè? Dat je je niet vergist dat je denkt van een rare voet heeft die gozer. Dit is mijn linkervoet met sok. En mijn rechter. Ja, mag ook best even. Wordt moeilijker voor mij. Ik ben best wel lenig. Hier. Dit is mijn rechtervoet. Het lijkt nu een beetje op mijn linkervoet, omdat ik mijn been helemaal uit de kom draai, maar... Dit is dus mijn rechtervoet met sok. Dus dat is dat. Ik wil ze ook wel even uitdoen. Dan kunnen jullie kijken hoe mijn voeten eruit zien. Dan. Oh. Oeh. Dat was pittig. Hier, dit is mijn voet. Zie je dat? Heel veel eelt en stof zit erop. Het is geen prettig gezicht. Dit ook niet trouwens. Maar goed, ik weet niet wat ik hiervan moet denken. Dus dit is mijn voet. Ja, mijn andere voet. Mag ook best. Kijk maar even. Doe ik die van de bovenkant, ja? Dit is dan mijn andere voet. Kijk maar heel goed naar mijn voet. Zie je? Dit is een close-up van mijn voet. Mijn rechtervoet. Hier zie je een wond. Ik weet niet waar dat door komt. Heel raar. Ik denk tijdens de zomer ergens opgelopen. Maar goed. Ja, hier. Mijn voet. Dus, nou, dat zijn prima voeten, joh. En het lopen gaat ook best goed erop. Dus wat dat betreft wil ik iedereen graag bedanken voor deze wijze lessen. En de volgende keer dat ik op de trap zit, weet je waar je rekening mee moet houden. Dus, shh.